allemaal van harte welkom hier in het prachtige, zo dadelijk uitverkochte Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Voor alweer de 13e editie van het jaarlijks terugkerende evenement, het Ben Breuil Memorial. It's showtime! Speciale gast. In 1979 werd hij Europees kampioen in het half zwaargewicht. In de 5 jaar die volgden verdedigde hij deze Europese titel 10 keer met succes. De meest legendarische partij die hij bokste vond plaats in 1982 in een uitverkocht Ahoy Rotterdam. De klassieker tegen Alex Blanchard. Hij won deze in de 8e ronde. Dames en heren, Carré, geef een ovationeel applaus voor een living legend, Rudy Koopmans! Jurylid Verwijs, 97-93. Jurylid Van de Heuvel, 97-93. Jurylid Stuifzand, 98-92. The winner, by unanimous decision. En Nederlands kampioen, the one only, Rafael Harut Jr. Rafa!